Een hele goede morgen, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Het is alweer zondag vandaag. Ja, wat gaat een week toch snel. En ja, ik had vorige zondag had ik in een vlog namelijk een artboek die ik besprak. En ik wil eigenlijk vandaag ook weer hetzelfde doen, maar dan twee boeken in dit geval. En ik begin even met degene die hier bovenop ligt. Dat is namelijk een artboek over The Best of Paul Renault. En Paul Renault is een Franse artist. Die heeft gewerkt aan de strip Red Sonja en Vampirella onder andere. En ook hier zie je dat het uitgegeven is door Dark Dragon Books. Want zoals ik vorige vlog al zei, is Dark Dragon Books uitgever van dit soort artbooks. En ik moet zeggen dat ik hier altijd erg van kan genieten. En vandaar ook dat ik op deze zondag opnieuw even wat prachtige art wil laten zien aan jullie uit deze boeken. Dit is overigens Paul Renault zelf. En hier wordt ook eventjes kort uitgelegd dus waar hij aan heeft gewerkt. De laatste jaren heeft hij ook meegewerkt aan binnenwerk van bijvoorbeeld Captain America en The Avengers. Dus daar zouden jullie hem ook van kunnen kennen. Maar zoals je hier ook ziet tekent hij echt in een hele mooie stijl. En ja, ook dit boek is weer prachtig vormgegeven eigenlijk. Dus ook hier eventjes gewoon wat korte platen op deze zondag. Om even lekker te genieten weer. En nou ja, hier zie je dus wat art over Vampirella. Een nogal schaars geklede heldin natuurlijk. Maar ja, ik denk dat dit nog wel kan op YouTube. Ja, en je ziet ook dat hij echt een beetje in de... Ja, comic-stijl en fantasy-stijl zich bevindt. Hier heeft hij ook wat werk voor bijvoorbeeld Star Wars gedaan. Die zijn ook even mooi om te zien. Maar ja, ik hou dus van dit soort boeken. Er is een behoorlijke reeks van artbooks en nog steeds zijn ze door aan het gaan met het maken van deze boeken. Dus ja, je kunt gerust eens kijken op hun website Dark Dragon Books om te zien of je nog een leuke tussen ziet staan. Nou, hier hebben we nog iets van de Green Hornet. Daar gaat in één keer dat liedje ook door mijn hoofd, misschien bij jullie ook. Nou ja, hier hebben we Tarzan, ook heel erg mooi. Ik heb onlangs ook een mooie strip van Tarzan weer gekocht, die nog niet zo lang geleden verschenen is. Misschien dat ik daar nog een keertje een vlog over gaan maken. Cave Woman. Met die leuke dinosaurusjes erbij. Want dat vind ik hem ook wel heel erg mooi tekenen, die T-Rexes. Nou, en hier dus... ja, want deze cover die je hier ziet, die is ook door hem gemaakt voor de Game of Thrones serie. Er is daar een hardcover serie van verschenen en daar heeft hij dus deze mooie cover van Daenerys Targaryen van gemaakt. Nou ja, en hier nog eventjes een aantal vrouwelijke heldinnen. Nou ja, hier zie je dus een hele mooie Catwoman onder andere. En ja, hier ook nog eventjes wat moois, Conan bijvoorbeeld. Dus hij zat heel erg in de superheldenhoek ook. En ook hier nog wat mooie zeemerminnen. Nou, de vorige keer in het artboek had ik dat ook staan. Nou, en hier zoals ik zei, Avengers, Captain America, daar heeft hij aan meegewerkt. Dus ook hier zie je die hele mooie art die hij daarvoor gemaakt heeft. En deze vind ik zelf ook wel heel erg mooi. Van Jean Grey, die in allerlei outfits wordt getoond. Zoals onder andere de Phoenix. Dus dat is ja, eigenlijk het artboek van Paul Renault. En ik had nog een artboek gevonden, die ik ook even met jullie wilde laten zien. En dat is deze. Dat heet The Art of Insanity, als ik het goed uitspreek. En dit is een boek van een Nederlander, namelijk Erik Doppenberg. En deze man zat meer in de ja, thrillerhoek en horrorkant. Maar kan ontzettend mooi tekenen. Ik ben zelf nooit zo fan van het genre.
Maar toen ik deze man tegenkwam op een stripconventie, en ik geloof dat dat Comic-Con was, was ik toch wel heel erg gegrepen door wat hij maakte. En ja, hij heeft deze tekening in het boek nog gemaakt, waar ik ook bijzonder trots op ben. Nou, je ziet, het is uit 2019, nog net voor de lockdown toen. En ja, ook hiervan wil ik eventjes wat aan jullie tonen, van wat deze man allemaal maakt. Schijnt dat hij de laatste jaren wat meer gewoon grote taferelen aan het schilderen is. Maar ja, er staat nog een voorwoord van Romano in. Die we natuurlijk allemaal kennen van Storm en Roodhaar. En ja, in dit boek wordt dan ook door hem zelf nog even verteld dat hij nou ja, hier dus naar digitaal ook over is gegaan. Maar ook gewoon traditioneel eigenlijk bleef werken. Maar ja, als je dan zo'n pagina ziet, dan ja, moet je dat toch alleen maar kunnen waarderen. Van die hele mystieke platen. Hij gebruikt daarbij natuurlijk ook bijzonder mooi de lichtval en de schildertechniek om dat mooi weer te geven. Nou ja, hij tekent ook prachtig vrouwen. In allerlei ja, fantasieachtige poses. En nou, hier wordt hij dan digitaal gemaakt. En hier nog even een aantal. Maar je ziet hoe mooi hij kan schilderen. En ja, het is ook in een hele realistische stijl. Het is prachtig gemaakt. Hier heeft hij ook nog een aantal commissies ook voor klanten. Een hele mooie, zo'n Viking schip, hè. En ook gewoon wat ja, fantasiefiguren eigenlijk. Ik vind als hij in kleur werkt, vind ik het nog iets mooier dan in zwart-wit. Maar ja, dat is allemaal maar smaak natuurlijk, hè. Dat geeft net even meer de sfeer goed weer. Nou, dit zou zo uit Lord of the Rings kunnen komen. Ook, hè. Het kan bijna de Human Torch zijn, eigenlijk. Maar ja, ook dit is dus weer zo'n machtig artboek. En ja, je ziet als je zo door zo'n boek heen bladert hoe leuk het is om iemands werk te bekijken. Het is bijna een soort museumbezoekje, maar dan in het klein, hè. Overigens, ga natuurlijk nog een keer naar het Museum of Comic Arts in Noordwijk. Wat ik ook nog wel even benoemd wil hebben. Daar heb je nog steeds leuke exposities op dit moment over Donald Duck. Totaal anders natuurlijk dan wat ik nu laat zien. Maar erg leuk om eens te bekijken in Noordwijk. Als we het hebben over musea's. Maar dit is echt een heel mooi artboek van hem. En hier nog eventjes ook een hele fraaie Catwoman. Beetje zoals die van Michelle Pfeiffer natuurlijk, hè, qua pak. Hier nog even degene die voor op het boek staat. Maar zo hebben jullie een beetje een indruk van wat deze man dan weer maakt. En ja, wellicht dat jullie denken van nou, dit vind ik eigenlijk wel heel erg mooi om in mijn kast te hebben staan. Nou, dan hebben jullie in ieder geval gezien wat hij kan. En nou, laatst hier nog even dingen over Frankenstein. En hier nog een wat... ja, creepy pause. Maar wat ik al zei, het is ook in een, ja, een beetje horror slash thriller stijl. En daar moet je van houden. En, maar ik vond zoals hij tekent toch wel heel erg fraai. En hier nog even een mooie Black Cat. En ja, wat laatst ook de Morbius, hè. Want ja, die film is natuurlijk ook verschenen. Dus ja, ook dit weer even een artboek die ik aan jullie wilde laten zien. En dan hebben jullie weer wat mooie art gehad op deze zondag. Nou, ik wens iedereen natuurlijk nog een heel fijn weekend toe. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog maar weer.